Hallo kijkers van mijn allereerste vlog. Ik hoop dat ze het hiermee kunnen horen. Wij zijn in mijn... Ja, we zijn in Slikkeveer. De plaats waar ik woon, dus Slikkeveer is een wijk van de Ridderkerkkrans. Leuk in een appelboom kijken. Waarom ben ik dit keer buiten? Nou, ik ben buiten ook gaan hardlopen. Want ik wil meegedaan met de 10 kilometer van de marathon van Rotterdam. Het waait een beetje hard, dus ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Jullie zeker ook een beeld van mij? Niet gelachen is trouwens als ik heel raar kijk. Ik weet daar niet of mijn gezicht goed te filmen. Maar ik zit gewoon met de filterkamer te filmen. Dus wat gaan wij doen? Ik ga hardlopen. Ik denk dat ik echt zo'n selfie stick moet gaan kopen, want zo filmen gaat echt heel vervelend worden. Ik heb wel trouwens dat je mij kunt doen, moet kijken op mijn schaduw. Kijk hier zo. Ja, dat is ze. Ik wijs met mijn fotocamera. Op mijn schaduw tenminste. Het wordt in één keer fris. Als ik niet zo ga hardlopen, dan valt ik nog een kaal. Hardlopen tot ik denk daar ergens. Het is een beetje wazig. Mondelijk, als ik erbij loop, dan ga ik wel een stukje gaan filmen. Dus ja, zie je zo. Ik ben vanaf dat stuk. Ben ik helemaal zo gerend. Zo. En vanaf daar heb ik een stuk gelopen. Ik nu eens naar het strandje. Ik hoop trouwens dat mijn kunnen horen vanwege de harde wind. Het is het strandje. Ik ga het gewoon eventjes een beetje laten zien. Als het zomer is, het is warm en het staat niet zo. Want het is per wind. Of voor de survey, ik weet niet wat ik zeg. Dan, dan gaat het voor mij niet altijd zwemmen, maar ja. Het water ziet er nu best wel mooi uit, moet ik zeggen. Moet je kijken. Ik ga even in het water staan. Ah, het ziet er wel gaaf uit. Dit is mijn voet nat. Maar kijk, het zwemmen, ik weet niet hoe het vis rond. En ik weet niet meer van het stijgertje, dat was met scouting. Ja, ik zit op scouting. De sprong van het stijgertje. Na sprong, ik ging in klaat en heb toen schaafwond opgenomen. Want ja, ik vind het echt niet fijn om in dit water te zwemmen. Ja, met scouting, ja. Het is dan op schooien het wit in het water. Dus ben ik naar het stijgen, ben ik er na 5-10 minuten ben ik pas ingekomen. En toen ben ik in één keer dacht ik in paniek. Met een bal. Balstrijd van ik in toegezwommen. Ik hoop dat jullie mij gewoon echt kunnen horen, want ja. Oh, de wind hier is het tot koude mensen. En dit is ook een heel groot strand. Kijk, ik ga nu naar het punt van het strand. Daar moet ik maar kijken. Of ze hebben die afgegraven, of de golven zijn gewoon zo op dagslag hoog gekomen, ze dingen hier hebben beschadigd. Goed kijken. Ah. Ik loop daar punt van staan. Dit is officieel een punt van het strand. Tot in dat stuk. Dat is eigenlijk helemaal niet schat. Is het hier nog klaar, maar de gemeente is van plan om het strand tot daar door te gaan trekken. Dat het strand veel groter wordt. Daar is de kerk. Daar zo. Daar is een nieuw scootgebouw. Ik heb niks tegen die kerk, maar is het niet zo dat er een kerk al genoeg kerken is? Was er zin in? Uitdoenlijk, want in de naam van de kerk komt het woord kerk voor, dus... Zullen we die nou echt hoog houden? Ik ben uitgerust, ik ga een stukje hardlopen. Ik zal even snel laten zien waar ik ga lopen. Ik ga even een stukje rennen. Want, wow, ik val bijna. Door het strand rennen is moeilijk. Ik heb gelijk, ik kom even opstaan. Ik kom bij mensen voorbij, dus ik gun ze even privacy. Nou, ik ga dus een klein inkerpje. Ik zal even laten zien. Oh, ik schrijf over een tak. Ik zal even laten zien hoe vaak het zwembad hier is. Precies, ik ben aangepakt. Hier hebben we een bord van het zwemwater. Oh, koud. Het begint niet koud te worden. Even kijken hoor. Insecten.
kijk, wij staan nu hier. Ik had officieel dit stuk. Hier, dit stuk. Gelukkig ben ik nu hier, dus ik ga een zandje laten zien. We doen ook, kijk hier, type aantal dingen. 3 sterren is uitstekend, goed water. 2 is goed. En 1 is streepje slecht. Dus 3 is een streepje. Dit is slecht water. Waarom is het hier slecht water? Nou, het is hier slecht water omdat het een onveilige waterbodem is. Want ze hebben een kasp kuilen, zuigen of een steile bodem. Niet fijn dus. Oh, het wordt hier kouder. Mensen, ik ga. Ik hoor de wind als ik er even naar kijk. Ik ga elkaar van mijn lijst. Ik heb het nooit bedacht om. Ik kom er even op wachten. Oh man. Nee, laat het maar. Bij mij werd Albert Heijn gevraagd. Ik heb bij Falco gevraagd. Dat is een zwembad. En nou ja, we hebben nog meer gevraagd. Eigenlijk heb ik niet meer wel eens gevraagd. Oh boy. Volgens mij gaat de wind nu ietsjes liggen. Ik hoop dus mij niet weten, maar hoe het ook. Ik ga naar de Dirk hardlopen. Ik heb nu al een heel stuk gelopen eigenlijk, hè, hard gelopen. Dat komt, het is pas aankomend jaar die maand in Rotterdam. Maar nu heb ik een probleem. Ik heb een achterstand in mijn volgens mij fijne motoriek. En mijn conditie is ook niet op top. Ik kan minder dingen goed dan anderen. Daarom moet ik eerst een beetje rustig vast voortlopen. Ik moest al heel veel oefenen, tot ik 10 kilometer volhoud. Ik kan nog eens een half kilometer volhouden. Ja, lachwekkend, hè. Want ik kan natuurlijk blijven naar beneden hardlopen. Ik ga nu weer weglopen. Nee, ik ga weer een stukje hardlopen. Ik ga het hartstikke hard draaien. En even draaien maken. Oh, boy. Moet je kijken. Ook later dus. Tot zo. Ben ik weer. Ik wacht. Ik ga het drukken. Nee. Zoals op licht. En zo, dus daarom stop ik even met filmen. De week waar ik ga vragen voor een baan is daar zo net verderop. Ik ga er weer niet filmen dat ik dat zou willen. Ik heb de heuvel op moeten rennen. Dus ik moet echt nog heel veel oefenen voordat ik echt goed genoeg ben. Ik weet niet of je ooit schoon zien wapperen. Nee, dat is van finishing. Ik heb het gevoel dat een van mijn benen brand staat. Een van mijn benen bedoel ik, en van mijn spier. Oh. Braaf hondje. Jij moet een hondje omhoog springen.
Nou, daar is de winkel. Ik ga mijn muziek op stop zetten. Ja, ik heb mijn telefoon hieronder zitten in een hoesje. Want ja, ik kan het niet constant vasthouden. Hier, ik kan mijn eigen spiegelbeeld zien. Ah, boy. Goed, dank. We zijn er bijna. Ik denk dat ik zo meteen nog een milkshake ga halen bij de Bram. Het is dus in het centrum. En Bram is een soort, ja... Hoe zeg je dat? Je kunt patat halen en dit en dat. Oh, ben ik moe. Maar ook wel eens succes met het vragen naar een baan. Ik hoop dat ik daar even succes was bij de Zeeman. Daar heb ik ook gevraagd en ik hoop dat ik daar ook binnenkort vandaag schrijf. Ik hoop dat een van de mensen me binnen wilt hengelen. Nou, mijn profiel. Als mensen willen of ze weten nog een baantje in de buurt van Ridderkerk. Ik ben 16 jaar oud. Ik heb geen officieel werk van alleen stage. Bij de zwembad Fakkel. En bij een basisschool. Alleen stage. Ik heb nog geen echt werk gedaan. Naast de winkel. Ik ga stoppen met filmen en dan zie ik je zo meteen. Dus tot zo. Kijk, eens ben ik weer. Ik heb gevraagd. Ik kreeg straks ook geweest. Dan heb je mensen anders, moet bezig zijn. Ben ik weer. Ja, ik heb een site toegekregen van degene aan wie ik het vroeg. Ik heb even gezien, er staat www.superjump.nl. Dus als ik thuis ben, ga ik even kijken. Ik ken nog wel een winkel, dat is een kledingwinkel, als Cool Kid. Misschien kennen mensen die. Daar ga ik ook even vragen. Want ja. Ik ben misschien niet heel goed in kleding of verhaal, maar ik leer het allemaal van mijn ouders, nou van mijn moeder vooral. Dus ik ben benieuwd. Ik ga een zijschuitje in, dus ik stond met filmen, want er lopen best veel mensen. En heel misschien ga ik daar ook filmen. Goed, dan ook. Wens me maar nog een keer succes, dan gaan we zo meteen weer hardlopen. Dus nou, tot zo. Hallo mensen, daar ben ik weer. Ik heb hem bij de Coltraket gevraagd te zoeken op dat, bij die filiaal zoeken ze momenteel. Niemand zegt waar ik het heb gevraagd. Maar ik ga gewoon even via de site kijken of het ergens is. Nog even, ik moet ergens buiten Ridderkerk gaan zoeken, alsjeblieft. Ik ga zo meteen nog even naar de Albert Heijn hier op het centrum. Want ik ben bij Tilburg gebracht, waar alleen daar sta ik in de wachtrij. Dus ik heb trouwens net een lekkere milkshake gehad. Een kleine chocolade milkshake. Is van 1 euro nog wat. Hij is op. Nee, dan ga ik even prullenbak op zijn kwestie, een prullenbak. Oh leuk, daar is een prullenbak. Nou, gaan we eerst een milkshake weggooien. Oh. Oh, we zijn zo lekker. Daar ging je. Even kijken, slecht. Ja, zeg leeg. Doei, milkshake. Soms vind ik het zo erg om die dingen weg te doen, omdat ze dus lekker zijn. Dus zij willen dat het heel goed komt. Ik weet hoe ze die dingen maken, maar ik ga weer lopen. Kijk, ik ga... Dus muziekschool heb ik ooit op gezeten voor blokfluit. Ik kan trouwens nog wel een beetje blokfluit spelen. Misschien ga ik wel een keer blokfluit. Want dan twee blokfluit. Oh boy. Zie ik daar de tranen? Wacht even. Dat was een traan. Ah, daar zijn de klokken. Ik kan best mooi een melodie maken. En daar is dus het dorpje en een hangjongeren. Dus ik ga mijn video stoppen. Zeg maar, doe dit klokken en doe al mooie blauwe lucht. Nou, dan ga ik nu bij de Albert Heijn een baantje. Dan zie ik je zo meteen. Dan kun je even horen. Hoor je het? Dus ik zal dat hij daar was komen. Oh, wacht. Nee, ik kom er niet langs. Nee. Hoe dan ook. Ik ben nu op de terug naar huis. Ik heb een sollicitatieformulier gevraagd. Bij de Albert Heijn op het Ridderhof. Dat is de winkel waar mijn moeder vroeger heeft gewerkt. Ja. Maakt mij momenteel niet zo uit of het een goed winkel is. Maar ja, ik zoek een winkel waar ik geld mee... Ja, waar ik wil werken. Dit is het, wacht voor. Dit is het sollicitatieformulier.
Ik moet heel wat dingen inleveren. Invullen. Ik denk dat als ik hem vanavond invul, ga ik hem morgen inleveren. Ik wil ook niet vergeten een kopie te maken van mijn ID. Nou, thuis op huis. Ik hou hem nu maar snel van de wind laten komen. En ik wil hem graag behalen. Ik vraag maar even hoe. Ja, ik heb hier alles gefilmd, maar ik denk dat ik in totaal iets van een uur heb lopen hardlopen. Ik ga zo hardlopen. Ik denk niet dat ik ga hardlopen met de camera. Ik kan het eventjes doen, maar dan gaat hij echt zo koud lopen schudden. Dit is een fietspad, maar het is ook een looppad. Ik voel me lichaam nog niet moe, maar als ik zodra ik denk dat ik ga rennen, ik hou het niet lang vol. Maar ja, het gaat erom dat ik mijn lichaam wel sterk maak, want ja, 10 kilometer mensen. Dat is behoorlijk veel. Ik moet zeker weten trainen, als ik ooit goed wil worden. Gelukkig loop ik hier op een rustig gedeelte, dus hier kan ik gewoon filmen. Ik heb een stuk gelopen. Die milkshake was trouwens lekker. Ik ga even kijken of ik een stukje kan rennen. Ik zit niet te hardlopen met mijn camera. Ik weet even mijn beeld schudt. Nee. Ik heb mijn afspeellijst heb ik net bijna helemaal afgeluisterd, maar ik heb nu alle liedjes geluisterd dus. Maar de liedjes die ik wel heb geluisterd, die zou ik tijdens de video of in de beschrijving zou ik die gaan plaatsen. Nou, we kunnen dit pad lopen, maar even gezegd om dit pad lopen. Normaal zou ik nu al eigenlijk achter een fietsje. Kijk hoe mooi het water is. Echt, dit vind ik er echt mooi als het water helder is. Oké, hier zit wel een. Dit is echt een heel leuk paadje, vind ik. Kijk, hoor het niet. Dat is echt. Oh, mensen. Weer een stuk voor zitten. Ah. Hey, kijk. Kijk, daar. Ik zie een trauma-helikopter, maar ik kan niet filmen. Kun je hem zien? Daar zo. Dat is een trauma-helikopter. Huh? Ziet er nou uit dat hij ergens gaat landen? Maar waar? We gaan even rennen. Gaan we kijken of we kunnen zien waar hij gaat landen. Want ik hoorde net sirenes hier in de buurt. Dus ik denk dat hij ergens in de buurt weer iets is gebeurd. Wacht eens. Hij gaat toch niet. Ik weet dat er ergens een veld is. Zou hij daar gaan landen? Ik hoorde net heel veel sirenes. En het ziet eruit dat hij ergens op zoek is naar een plek om te landen. Ik heb hem haagd in mijn mond. Waar is hij nou? Ik weet niet of jullie kunnen zien. Kijk, ja, hij komt terug. Ik denk dat hij gaat landen ergens. Ja, mensen, hij gaat landen. Hij gaat volgens mij landen. Jullie kunnen hem niet zien, maar ik zie hem. En hij hangt boven het gebouw ergens, daar zo. Wacht, ik ga even hardlopen, dan kunnen we hem zien, want dan gaat hij overkomen. Oh, ik heb nu mijn hart momenteel. Auw. Mijn koptelefoon, kijk. Zie je hem? Ik ga hem even stil, want ik zie niks. Hij zweeft ergens. Zo, de merk gaat ergens op het veld landen, dus. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is, mensen. Het ziet er wel uit dat hij ergens gaat landen. Maar weten we niet. Maar hij cirkelt hier wel rond het gebied rond. Oh, mijn arm is moe. Hi. Sorry, ik ben met iemand langs. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik zie nu ook allemaal mensen stoppen. Dit is raar. Ik denk dat het hier echt in de buurt is, mensen.
Wat de hek is er gebeurd? Wat is hier aan de hand? Net zie je de tram weer komt vliegen, want het is hier in de buurt. Hij gaat hier echt ergens landen. Er is maar één plek waar hij kan landen. Dat is achter op het veld. Jezus. Waar zijn andere mensen? Ik heb geen idee wat er aan de hand is hoor. Ik gun mensen even een privacy, maar het moet juist in de buurt zijn. Maar. Maar ziet eruit dat hij ergens gaat landen? Ik denk zelf dat hij op het achterveld gaat landen, waar ik op het begin van deze aflevering ben langsgerend. Nou, je hebt dat veld niet gezien, maar achter is een huge veld. En daar is echt mijn antwoord voor zover ik het beste plek om te landen. Maar ze zweeft daar nu ergens in de lucht. Geen idee wat er aan de hand is. Ik hoor net heel veel op de land. Dus. Hij is hier echt, ik weet niet hoe raar. Zodat ik weer in de. Wat is dat voor die? Hij zit hier achter de bomen. Ik denk dat ik ga echt gaan kijken. Of ik erachter kan komen wat er aan de hand is. Wat er aan de hand is. Hij gaat op bij het veld voor de Burgplein. Nee, achter de Burgplein landen daar. Dat is ergens helemaal daar. Of hij gaat daar eens landen. Ik weet niet precies waar hij moet zijn, dus. Ik zie hem niet meer. Wacht, waar is hij? Waar is hij? Hij vliegt weer hoog, ergens daar. Ik heb geen idee wat er net aan de hand is hoor. Maar ik weet niet of we het tijdens de aflevering hebben gehoord, maar. Nou, niet tijdens af, maar ergens aan het begin. Tenminste, toen waren er iets van. Ik weet niet hoeveel harde sirenes. Die zijn waarschijnlijk toen langs Rotterdam zijn weggegaan. Ik heb geen idee wat er nu aan de hand is. Ik zag hier net een paar mensen in de lucht kijken. Net als ik trouwens. En ja, wat er aan de hand is. Ik heb echt geen idee. Ik ben al een tijdje aan het lopen, dus ik moet eigenlijk gaan hardlopen. Hoe dan ook, ik zal op internet trouwens gaan opzoeken. Waarvoor een traumahelikopter nodig is. Daar zijn mensen die wil ik altijd afvragen waar politie en ambulance en brandweer in hun buurt gaan. Ik ken een site, dat heet www.112meldingen.nl. Daar kun je zo, ja, al die dingen bekijken en zo. Maar oké, ik ga even een stukje hardlopen, dus we zijn hier bij de ruïne. Bijna, mijn huis ligt erachter. Dus ik ga even een stukje hardlopen en ja. Eigenlijk ga ik deze aflevering afronden. Dan gaan we even leuk met een mooi uitzicht doen. We gaan leuk daar even bij de ruïne staan. Voor de leuke afsluiting van deze eerste vlog. Die hardlopen gaat heten. Mag hardlopen, sollicitatietrauma. Met de ruïne op de achtergrond ga ik deze eerste aflevering afronden. Ja. Het is een mooie dag. Water is rustig. Ook ik ga afronden. Ook hartstikke bedankt voor het kijken naar deze eerste vlog. Dat is mijn allereerste deel. Sorry als er dingen zijn misgegaan of dingen die goed waren aan de vlog. Ook hartstikke bedankt voor het kijken. Like en abonneer mijn kanaal en zie ik je de volgende keer weer. Tot dan!